zou het best kunnen dat dit soort concepten eerder doorbreekt in bijvoorbeeld de UK dan in Nederland. Dat je extra capaciteit even inhuurt en weer loslaat. Als je big data wil doen, moet je in ieder geval snappen wat data is en waar het vandaan komt. Goh, misschien kunnen wij met big data wel echt waarde toevoegen. Dat vraagt ook nogal wat van het systeem. Niet alles slaagt om stadsdistributie om dat efficiënt en duurzaam uit te voeren. Ik denk dat het eerder ligt bij enabling technology die meer en meer beschikbaar komt. Dat is één groot leerpunt bij al die start-ups waar veel geld in zit. Dus je moet sneller groeien, omdat je dan de wetgeving voor bent. Maar ik denk dat we het ook moeten hebben over de mens. Hier hebben we het over gehad. Wie is de ketenregisseur? Wie profiteert hiervan? Hoe krijgen we mensen mee? En hoe kunnen we dit concretiseren? Daarover gaat het ook vandaag. Uw gastheer is Donatello Piras.